dressuur, die zal nog wel lengte van jaren kunnen voortvoeren met zijn enthousiaste dressuur. En begeleiders, helpers, deurmeesters, noem maar op. Altijd paraat onder welke omstandigheden dan ook. En dan is het toch fijn om op zo'n 200 dagen van het jaar, en dat is in september, volle attentie. Alweer de heer Eckert met zijn hond. De hond in achtervolging. En onze combinatie met de drie, de heer Eckert uit Apeldoorn, die heeft de spits weer afgemeten. En we hebben gezien. Hier zien we weer het commando van de pijluitenboog, de hondenachtervolging inzetten. De helper gaat een beetje versnellen, maar dat weerhoudt de hond niet om de man tot afstappen te dwingen. En u ziet dat op dat onderbeen. Dat is een zeer vermoeide plek voor de helper. Maar u ziet dat weer keurig loslaten, niet bijten, maar bewaken. Om dan zo dadelijk over te gaan tot het transport. En ook hier geldt weer de wijze van transporteren. Niet bijten tijdens het transport, zeer belangrijk. Niet bijten voordat de man zo dadelijk gaat vluchten. En het bewaken voor het vluchten. En dan tot slot de wijze van tot staan brengen, loslaten, niet bijten en bewaken. Nu is het alleen nog maar bewaken. Dan ziet u meteen weer de inzet zonder commando van de baas. Hoe de hond de helper tot stilstand brengt. Commando van loslaten. Niet bijten en bewaken. En met het ophalen van de hond, einde oefening voor de combinatie nummer 5, de heer Kamp met zijn hond klaar. Thema, dus wat dat betreft, alles werkt mee om alles in goede banen te leiden. Attentie! Hier de ronde gebroken, hondje achtervolging voor een rol zorgt die de helper eventjes versnellen op het laatste moment. Maar dat kent in de ogen van de hond geen genade en het is afstand. Alsjeblieft, stel je voor dat je in je burgerpakje zo op de fiets bent. Kun je nagaan. Maar je loslaat het niet meer. Alleen maar de wagen. En dat zien we hier. En dan transporteren.
Weer plus-minus 25 meter. Nogmaals de hond, die moet oplettend volgen. U ziet dat hier die stemmen en in een flits van de fractie van de seconde is de hond inzetbaar. En ook hier is zeer belangrijk, ik heb u al gezegd, algemeen appel aan de wijze van voorbrengen. Dat zijn de onderdelen die de heren de leiders zelf de puntjes moeten verdienen. Applaus voor deze combinatie, de heer Rekkers met de hondenbrunnen. Allemaal heel hard ook. Hier weer razendsnel tegen de hond van de heer Slangen, meteen die aanval openen. Kijk eens aan op de wagen, recht voor je helpen. En alleen maar die helper in de gaten houden. Niet bijten, alleen maar belachen in dit geval. Keurig. En vervolgens transporteren. Oplettend erbij blijven, niet bijten tijdens dat transport. Maar dat weten ze allemaal. Maar het moet ook nog uitgevoerd worden. Halt houden. Ook hier weer direct inzetbaar bij de vluchtvolging. En zo te zien kunnen we zeggen ook weer een goed appel op deze hond. En ook hier geldt einde oefening en het applaus is voor de combinatie nummer 8. Ook hiervan natuurlijk al keurig werk gezien. Attentie! En de commando, dat geeft natuurlijk een keurig startschot voor de hond. En je ziet dat razendsnel. Oh. Even de verhoogde snelheid. Ja. Goed bewaarding. En dan zich opmaken voor het trossel. Het weer in de zwemde pas, die afstand overbruggen eventjes, dat is ook de bedoeling. Niet te langzaam gaan lopen, zwalken of hoe je het ook noemen wil. Kijk eens aan, prachtige wagen. En dan ophalen we hem. Einde oefening voor de combinatie nummer 9. Combinatie gaat hier naar de start. Ook hier beneden de instructies. Je ziet dat weer een temperament komt in deze hond. En let erop als het commando gegeven wordt. Ik verwacht ook weer vuurwerk. En ook hier weer als het tweede achter de helderaan.
klein maar dapper. U ziet dat hier. Transport. Alles correct uitvoeren, u ziet dat hier ook de hond. Leuk erbij blijven. Appen. Geleider eventjes uit het gezicht stellen. Vluchtvorming. Hond inzetbaar. Hand houden. En verder loslaten, niet beten en bewaken. En tot slot op het teken van de keurmeester de hond ophalen. En die vriend. Voor de bestuurder met de hond kaartje. Attention. Hier weer dat bekende gezicht, maar al dat toch is samen. Kijk, deze hond prefereert de arm en dat is reglementair toegestaan. Maar dat is ook voor de helper wel eens eventjes, kan het soms een verrassing zijn. Rustig de zaken op neer te zetten, transporteren. En toch die gespannenheid, zeer actief, werk rustig. Eventjes erbij blijven, opletten. En kijk eens aan, meteen weer. Hop, ik heb je. En om deze combinatie weer laten zien dat er in is en in zit weer van houden met kleding. Deze combinatie aan de start. Attentie. Hier zien we weer de sterk met lauwe vloer. Rizzen op dat onderbeen. Ook weer temperamentvol. En dan die laatste oefening weer. Proberen het er goed in te brengen. Opletten. En ook hier weer, geen probleem, direct inzetbaar. En ook hier weer, één oefening voor de heer Klaarenboek, met de hoofdbouw, hoe zullen we lopen? Attentie!
We zien hier weer een razendsnel op deze rond van de heer Kinkhuizen. En meteen ook weer ballen erin pakken. Ook u ziet die trekkracht van die hond. We hebben hier een keurig goede helm met de commando van de baas. Nogmaals, ook hier na het loslaten, niet bijten, alleen maar bewaken. En dan samen weer een pad voor het transport. Hand houden. Commando weer verkeerden en ook deze, we zien het weer een volle snelheid. En ook hier weer enorm die beet, je ziet dat ook weer. Werklust is er aanwezig. Maar niettemin keurig reageren op het commando van de baas, los te laten, niet buigen en alleen maar bewaken. Om dan die laatste transportoefening goed uit te voeren. Kijk eens eventjes. En dan nog het teken van de keurmeester. De hond ophalen. En dan is de 16e en laatste combinatie. De heer Van Doen uitnemen met zijn rode. En nu heb ik weer keurig afgesloten. Commando weer geklonken. De heer Erik met zijn hond. U ziet ons hier weer sneller rond van deze hond op die helper. En dan de stokslag. En u ziet dat hier weer. Deze hond voor geen kleintje vervaard. En we gaan dan over tot het transport. En dat wordt weer gevolgd door het ontstaan brengen van de vluchtende helper. En let u op.
Maar u ziet dat hier geen schijn van kans om te ontkomen. En met het ophalen van de hond nemen we eventjes afscheid van combinatie nummer 3, de heer Egger. En het aardgeworden met een derby. Bedankt voor de medewerking en inzet. We zien elkaar zo dadelijk weer terug bij. Kom op, we hebben geklonken. We hebben hier weer de volging voor ons. De helper. En u ziet dat een fantastische aanval. En die honden die komen natuurlijk met een geweldige zwieper. Om te helpen. Maar hij kan er tegen. Wij komen de man door, de honden laat zich niet. Uit het ingang brengen door dat de schreeuw van de helper. Hij hoeft niet te bijten, de hond maar mag bijten. In dit geval, maar dit is oncorrect. Transport. De wezen gaan transporteren weer. Niet bijten tijdens het transport. Zo dadelijk de wezen tot staan brengen. En dat is goed. Ik heb gezegd dat staan brengen, maar ik bedoel daarmee uiteraard de hond en niet tegelijk. En dan keurig ons afwerken. En tot slot de hond bepalen als spontaan en sportief gebaar over deze combinatie. Even de hand voor de helpen. Bedankt, hier Thomas uit Langeboom met die hoofdplaatsen. En veel succes voor de toekomst. We zien elkaar straks weer bij de uitzending. Is aan de start. Attentie. De hond weer op volle snelheid. En voor ons de brug om te helpen. Ja, ja. Maar de lem was op die arm niet bevreesd voor die stokslag. En tegenwoordig. Je ziet dat de hond blijft heel erg bij, bomhaken, tot op het laatste moment toe, kwaliteit voldoende aanwezig, en dan samen het transport weer even uitwerken, vervolgd door het tot staan brengen van de vluchtende helper hier. Dat gaat bijzonder snel. Maar u ziet hier de hond goed zijn werk doen. Moet u weer keurig reageren op het commando van de baas. En tot slot het ophalen van de hond. Met dank en waardering ook aan de heer Dekkers met de hond Hugo voor deze deelname aan het kampioenschap. Daar is hier binnenkomen en voor verwachting klopt ons hart. Maar we weten dat je dan tot de hond het goede karakter heeft. Attentie! Thank you.
proberen de snelheid. Ja, aan recht op die arm. Aan heel bedankt, sportvrienden. En de heren helpers, die weten wel dat ze hond met een geweldige snelheid en geweldig gewicht op je afkomen. En dan moet je je toch niet aan de zien te houden. Kijk eens aan. Eventjes alles vasthouden, combinatie. Ook hier is kleuren, reageert, loslaten, niet bijten, maar bewaken. En dan is het met het ophalen einde oefening. En ook hier bedankt voor de inzet en de medewerking van deze nationale kampioenschapsstrijd. Heerlijk. Attentie. Dan zien we de honden in actie en ook hier weer zeer snel. Kijk, dat is het bewaken. Dan even de commando's lanceren. En doorstaan. En dan over deze combinatie natuurlijk weer het transport. Jullie zeer oplettend blijven volgen. En dan op het teken van de koolmeester luchten. Dat gebeurt nu. En u ziet het toch ook weer. De inzetbaarheid van deze hond. En dan, na gedane arbeid, is het goed rustig, ook voor de combinatie nummer 9. Ik zou zeggen, we gaan deze kaart bedankt voor de inzet. Attentie.
En dan ook hier weer de bekende transportoefening. Soms verleiden allemaal even gemakkelijk, maar nogmaals, degene die ze moeten uitvoeren, die moeten dat correct doen. Want anders kost dat puntjes en dat is niet de bedoeling. En ook hier geldt weer op tegen de burgemeester mogen ophalen. En ook dan gaan we weer voor de heer Kinderman met zijn kaartje. Bij de eindbeenslag. Attentie. En ook hier heeft de man gevonden. De volgende achtervolging, de plug op de halen op het laatste moment in het tegenaan. Op een verantwoordelijke en reglementaire wijze. En zo hoort het ja op commando loslaten, niet bijten en bewaren, om tot slot over te gaan naar het transport dat vervolgd wordt tot het staan brengen van de luchtende helper. Wijzen van transporteren, niet bijten tijdens het transport. Wijzen van het staan brengen, loslaten, niet bijten en bewaren. De laatste drie onderdeeltjes die zijn nu te werken. En ook hier weer voor de verdiening van deze generatie. En ook zij weer bedankt voor de inzet en medewerking aan deze prachtige kampioenswedstrijd Provincial 1. Als je dat zo ziet, dan zou je zeggen, de baas blijft behoorlijk zeer zeker blij, schitterend, een zware dag. En hoe dan ook de uitslag mag zijn, ze hebben met plezier deelgenomen en we hopen dat ze daar ook een goede indruk van mee naar huis nemen. Onze volgende combinatie is alweer aan de start gespeeld. En kijk, dat is ook alweer een snelle mop. Maar u ziet het resultaat in de versnelling. Prachtige, subtiele aanval. Op de helft. Prachtig werk aan deze handen. Zoals we die kunnen bekijken. Oh, prachtig deze nacht. Thing was blurry. Nu voorhanden. Ah!
En ook hier weer even transport. Goed uitwerken. Proberen op het laatste moment nog het maximale aantal puntjes te vergaren. Dat is hier gegeven, al de combinaties. Maar dat moet voor de werk worden. Het appel en dan ophalen van de hond. En ook hier weer bijzonder leuk uit te zien. Bedankt voor uw inzet en medewerking in deze. Kijk eens hier, dan gaat hij weer. Meer die aanval, die is een man. I'm having a hard time getting this thing in focus. I don't know, battery's maybe getting low. No. I'm just screwing it up then. En dan transporteren. Opletten, niet hinderlijk gaan lopen. Maar natuurlijk dat het puntje van de staart gespannen, want er kan iets gebeuren en dan moet ik erbij zijn. En dat is nu, en dat ziet u hier. Ophalen van de honden. Einde van de oefening. En ook zij hebben ons weer prachtig werk laten zien bij de kampioenschap voor die zonsleving. En ook van hen, daar is u zeer erkentelijk voor natuurlijk ook. Volgens mij, wij hebben, en ik zal zeggen, maar straks wel thuis, niemand onder de aandacht op onze laatste combinatie. Doe van de hele uitkering met controle. Attentie! Kom op, we hebben de punten. Honderd is na achtervolging. En onze helft wordt de weer sturen. De laatste naam is Totslachtgevinder. Fantastisch jullie. Keurig in de zwembadpas weer. En wachten op dat teken van de koormeester. Zien we hier weer de hond zonder commando van de baas inzichtbaar zijn. De laatste seconde tikken weg. En dan zeg ik ook in deze met het ophalen van de honden. Bedankt hier van de Bitwork. En ik zou zeggen dat klopt. Het laatste applaus voor jullie hoeden. Proficiat, proficiat. Leerburg en twee. En leven lang.
dat wordt zo'n man die zoveel jaren de stok heeft gehanteerd, maar het was fantastisch. En eerder die eer op 20 september komt weer en terug te zijn. Verder is er een volgende, een licht in Kassie, en dat komt in overkomen bij het secretariaat. Dus geloof de papieren van de jongen van de klas behoren bij de hoofdvies en gevonden een licht groen jasje dat ook bij het secretariaat aanwezig is. Geleverd heeft. Dat betekent dus dat de heer Leerburg
Sorry dat we hier niet hadden. Was het al een leuke met zijn hond Nico. Dat we de tweede plaats zitten. Maar ik zeg er al heel bij met 1 punt verschil. En gisteren was het verschil tussen 1 en 2 was een halve punt. En dat is heel weinig. Ja, 1 punt meer was er 65 in de eerste afdeling. 20 in de tweede. 326 in de derde afdeling. Een 10 voor de algemeen appel en een 10 voor de wijze van voorbereiding. Maar nu hangt er 2 punten in de derde afdeling niet over te spelen. En zo hebben we verkopen 431 punten. En dan geef ik dus dezelfde kampioen en dan gaan we op de tweede plaats. En ik mag u uitreiken naar de beker die beschikbaar is gesteld door onze oud-voorzitter Leerburg Vijver. Die beker beschikbaar is gesteld door de zelfde kampioen. En dat bent u door de vader. Dank u wel. Onze kampioen, de heer Van Dijk. Met zijn handen 64 punten in de eerste afdeling. 20 in de tweede afdeling, maar 328 in de derde afdeling. 10 voor de appel, 10 voor de wijze van voorbereiden. 432 punten is kampioen. Dit jaar van deze wedstrijden, maar dat speelt nog niet. 3 punten van de volbak, dat is toch heel goed. Vorig jaar hadden we iemand die 4,35 kon scoren, maar 4,32 is ook heel goed. We hebben dus een waardig kampioen. En ik wil u daarmee graag feliciteren. En dat gaan we houden voor alle prijzen. Want ik krijg een extra prijs beschikbaar gesteld door de andere in Noord-Brabant voor onze kampioen. U krijgt al een prijs die beschikbaar gesteld is door een van onze adverteerders voor de beste in afdeling 3. Dat was ook echt, dat was niet naar Lodewijk, dat was niet. En u krijgt de ene prijs die de heer Van Vollenhoven beschikbaar gesteld heeft. En ik feliciteer u nogmaals en ga ik dan behangen met allemaal de handen. Met het onderhandelen van onze kampioen en alle bekers is er een einde gekomen aan alles wat uit de rijken hadden. Bedankt u voor nogmaals de mensen die uw goede reis. Ja? Yep. Oké. Good luck. Thank you guys.
Yeah, we're ready. First walking a time to it, and then he's... And you just want to trust them. And, hey Kevin, why don't you get your camera? Take all the members. From the take all the members over there. All the members of the club. Just in a group. Where? Met alle leden. Over here? Yeah. By your club. Alleen de leden. Harrison, come on. Moet je niet met die members aan natuurlijk. We moeten hier de pijtjes nou. Ja, jij hoort dat. Een beetje rood blazen. Hey, jij hebt mijn pakken bij. Wait a moment. The decoy wants to have a shoot on. Okay. I want to get a photo too. Oh, she's a great guy. Flauw een beetje bug, hè? Kleine Hollandertjes. Hold the sign in front. Ja. Hold the sign in front of me. Nee, jij moet voor. Front ja, ik zit hier voor. Kom maar. Ah, joh, doe nou eens even leuk. Mooi veel, hoor. Ja, veel. Ja, ja. Super. Jij staat buiten af, hoor. Make sure he's on the end, is in there. You got him on the end? Ja, dat is in de hoofd. Wij staan achter de paal. Goed. Oké. Yeah, this is okay. Maybe they do a final bark on me. It's okay. Thank you.
No, that's okay. Ha!
good hit. If we're going to do anything else here, it doesn't look like we're going to. Ha!
Nee. Oh!
Thank you.
Next year, the program changes, is what they were telling me. But on the bike, after the guy stops on the bike, he gets off standstill, and the judge tells him to move, and he does an escape. They've never had an escape off the bike before. Hold, please! Hold, please! Stay! Stay! Oh, yeah! The rain doesn't bother these guys. Nope. That's a pretty good shot coming down the lane. Yeah, that's a great shot. Rush!
And I said, that's not possible with that hips. Yeah. So I have to cheat someone now, and that's not what I do. Stop it, Diego! I'm not a broker. Alles goed!
And it's a kind of dog. When someone asks me how is it for KNPV, it's just not good for KNPV. So I'm not going to sell a dog like that. It's the same with Omar. Omar is a good dog. I've never been a big fan of him. In fact, this is the first one I've had in probably 10 years. The recall of your brother-in-law. It's rain. Used to be this way. We gotta show him a lot of dogs. We gotta show him this video. Just take it home and watch how the people work. Not the dogs. Too bad they didn't have more film. Get him! Yes! Mike!
Big dog. Je plukt niet van de grond af. Lekker hè? Lekker, voor mij. Zo, heel lekker. Rustig. Rustig, rustig. Rustig. Zo ja. Mag ik er weer aankomen? Zo. Rustig. Zo. Goed. Heel braaf. Zo. Rustig hè, rustig. Rustig. Rustig, rustig. Zo. Rustig. Jumbo. Los! Los! Rustig! Zo! Zo! Netjes! Netjes! Vol! Goed zo! Juist! Zo is het rustig! Zo! Ja. Hij wordt toch kalmer, hè? Ja! Hey! Do it again, Kevin. What the? Hey! 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 Hey!
can shoot. What? Okay. So.